Stefano Borgonovo werd geboren in 1964. In 1981 voetbalde hij bij de voetbalclub Como Calcio. Ook voetbalde hij onder andere bij AC Milan, Fiorentina, Udinese, Pescara en Brescia. Hij speelde met Roberto Baggio, Marco van Basten. Ook kwam hij uit voor het Italiaans elftal en speelde 3 interlands. In 2013 is Stefano Borgonovo overleden aan de ziekte ALS. Ter nagedachtenis van Stefano is er vanaf vandaag dit kruifkort. De FIFA, UEFA, Stefano Borgonovo Stichting en de Cruyff Foundation hebben de handen ineengeslagen. Vandaag gaan we er een mooie dag van maken. Stefano Borgonovo, for the young generation, you played with him. What kind of player was he? He was a player, great player. Great person. I fortunately played with him. Today is very happy to be here in this event. I know Cruyff, Fondazione Cruyff, is a very honor for me. Is very happy for children, for the court. Okay. Grazie. De spierziekte ALS werd bij velen bekend door de ijsbucket challenge. Een kruifkort openen voor iemand die er niet meer is. Ja. Johan, wie was Stefano Borgonovo? Een zeer sympathieke speler. Die dus in Como begonnen is, vandaar dat hij het veldje is. Bij Florence gespeeld heb, bij Brescia gespeeld heb, bij Milaan gespeeld heb. Hij was eigenlijk na Van Basten de spits. Dus die had pech dat hij voor hem was, maar hij heeft dus overal zo'n een indruk achtergelaten. Ook natuurlijk op het moment dat hij het kreeg, dat hij kinderen had, dat hij ja, eigenlijk zich een beetje terugtrok. En aan het eind van de rit gezegd heb, oké, ik laat iedereen zien wat het is. En het kost natuurlijk enorm veel kracht. Nou, we waren hier nu met zijn familie, zijn kinderen die dus de foundation een beetje doen. Met zijn vrouw natuurlijk en de vrouw zuster. En het is gewoon een familie foundation die dus iets doet voor een enorm erge ziekte. Nou, de ziekte waar we toevallig met z'n tweeën aan meegedaan hebben. Come on, Johan. Boxen. En met welk gevoel staat u nu op dit pleintje? Ja. Normaal is het altijd lachen en brullen, maar dit zie je natuurlijk de serieusheid van een ziekte. Wat het allemaal teweeg brengt voor families, voor kinderen, mensen eromheen. Je ziet het aan Rixen die er nu ook bij is en gelukkig erbij is. Want die laat echt zien wat het is. En dat je dus op een of andere manier met z'n allen iets samen kunt doen voor de kinderen. Aan de ene kant en aan de andere kant dat je kan proberen om zo'n ziekte, dat er onderzoek gepleegd wordt om te kijken wat nou eigenlijk vandaan komt en waarom en wat. Want het lijkt wel of niemand het weet. Fernando Rixen is vandaag ook uitgenodigd. Ja. Waarom vindt u dat belangrijk? Nou, omdat een verhaal is een verhaal. En wat je ziet, zie je. En als je dat ziet, hoe iemand zich daartegen vecht, zijn best doet, overeind probeert te blijven en dus met dit soort dingen meegaat. Dat is eigenlijk waardoor iedereen de serieuzigheid van de hele handel inziet. Fernando, wat vind je van dit veldje? In dit veldje. Wel
initiatief is geweldig. Ja. En hoe vind je dat het veld eruit ziet? Van even ideaal om de hele dag te voetballen. Voetbalde jij vroeger vaak op straat? Ja, alleen maar. Alleen maar met mijn voeten. Ja. En hoe zag zo'n veldje eruit? Ja, dat was gewoon van stoeprand tot stoeprand. Van stoeprand tot stoeprand, ja. Oké. En maakte je ook wel eens teams hè, vroeger? Werd je dan wel eens als laatste gekozen, Fernando? Gelukkig niet. Meestal ben ik in het begin gekozen. Oké. En Fernando, heb je wel eens een panna gekregen? Ik heb wel eens een panna gehad, maar de meeste pak ik ze daarna terug. Met een harde tackle of? Met een tackle. Maar als je tegen jou moet voetballen, aan de benen bij me. Dank je. Tot slot, wat vind je ervan om hier vandaag aanwezig te zijn? Toen wij de uitnodiging kregen, zei ik direct begaan om hier aan te mogen meewerken. Echt fantastisch. Er zijn vele manieren om iemand te eren. Een gedenkplaats, een standbeeld. Maar een kruifkoord, hoe is dat idee geboren? Ja, het is eigenlijk gekomen via de UEFA. De UEFA die heeft 2 of 3 jaar geleden, precies weet ik niet meer, geld gedoneerd aan de Bogenova Foundation voor onderzoek te plegen naar de ziekte. Wij kregen het geld een jaar daarna om dus het voetbal te promoten, dus seks van die veldjes ergens neer te leggen. Nou, toen was de link gauw gelegd. Over het algemeen kijken altijd waar het maximale rendement van zo'n veldje terecht kan komen. Dan heb je dus het geld nodig. Je hebt mensen, lokale mensen nodig. Die dus zorgen dat het veldje onderhouden wordt. Dat het dus goed gebruikt wordt. Dat de scholen ingeschakeld blijven. En want het veldje is ook van die kinderen hier. Het is niet meer van ons. Het is hier en dan heb je dus de overheid nodig. Die dus probeert, of in ieder geval zal zorgen, dat er maximaal gebruik van gemaakt wordt.